onze haltegels zijn gebracht. En ik zal jullie nu even een filmpje laten zien van hoe het is geworden. Dus hoe het was en hoe het is geworden. Ik zit een beetje met mijn haar, jongens. Even een rectificatie. Rectificatie. Ik weet niet hoe die erbij kwam, maar we gaan helemaal niet naar een Italiaan. Nou, dat weet ik wel. Het is in ieder geval wel in de wat BN'ere sfeer, zeg maar, een bekend restaurant. Ja, hebben we nou gewoon een code om in te komen? Ja, zeker, meid. Dat is wel heel fancy, hè? Jawel, hè? Jongen. Ja, dat hebben we nog helemaal niet verteld. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Onze haltegels zijn gebracht. Ze staan nu nog in de voortuin. Ik ga hem eventjes laten zien. De honden zullen wel weer gelijk naar buiten rennen. Maar kijk, daar staan ze. Sergio is aan het werk, dus ja, dan moeten we eventjes op wachten totdat die weer terug is. Oh, ze staan al binnen. Ik denk de honden staan al buiten. Zodat hij ze binnen kan zetten, want dat wordt anders een beetje te zwaar voor mij. Maar ik ga jullie even laten zien wat een beetje de bedoeling is van de hal. Ik kan het natuurlijk niet helemaal namaken, maar dit moet het ongeveer gaan worden. Dus dat is helemaal leuk dat die binnen zijn. Nu schijnt het zonnetje een beetje en ik heb bedacht om even te kijken of ik de honden kan gaan wassen. En dan buiten. Want anders gaat toch ook altijd de douche ervan stinken en zo. Dat is toch altijd weer zonde. Maar ja, dan moet ik even kijken of ik er allemaal een beetje bij kan. Want er staat nogal wat en er ligt nogal het een en ander open. Die gipsplaten en zo, als ik het goed zeg, die komen morgen allemaal. Zodat ze dit gat ook dicht kunnen gaan maken. En dat we verder kunnen gaan met, ja, weer opbouwen. Dus het is wel zo fijn. Ik ben altijd helemaal kapot van. Het is fysiek gewoon heel zwaar. Zij vinden het niet leuk. En die nagels knippen. En och. Maar ja. Het jammer is dus dat ze wel echt verharen als een gek. En ik ben dus echt ook nog wel op zoek naar een echt goede mand. Die ook geen vocht opneemt. Die gewoon kan wassen. En dat kussen wat eronder zit. Ook niet helemaal onder de kot zit. Want dat doen ze nog wel eens. Dus als jullie goede tips hebben, hoor ik het graag. Zodat hij gewoon goed te wassen is, maar ook gewoon echt niet gaat stinken. Want dat is zo vervelend. En ze vinden wassen ook niet zo leuk. Goedemorgen, wij zijn weer in de loods. Zodat we de tegeltjes nog kunnen opslaan. Ze zijn heel zwaar, dus Geert doet het zware werk met de spierballen. En ja, dat is waarschijnlijk het enige wat nog in de loods erbij past, denk ik. Of niet?
ligt een beetje aan hoe we de rest nog wegzetten. Maar er is wel ruimte. En er zijn een paar gewoon grote lompe dingen. Ja. En die nemen gewoon veel ruimte in beslag. Ja. Dus het kan wel anders, maar. Ik heb deze loten nog niet gezien, dus ik ben heel benieuwd hoe het erbij staat. En toch weer even snuffelen naar alle nieuwe dingetjes die erin staan. We zijn weer even bij Bauhaus geweest. Om wat dingetjes om te ruilen. Dat lijkt wel aandeelhouders. Ja, echt hè. Maar ondertussen is ons vintage kastje klaar. En dat is super vet. We hebben hem nog niet, want we hebben gezegd, zou je hem even willen kunnen bewaren. Totdat het huis opgeleverd wordt. Want als we daar maar de hele tijd van de ene weer gaan sjouwen, dan is er meer kans dat het beschadigt natuurlijk. Ja. Maar hij is echt super vet. Ik kwam namelijk in contact met Marloes van Malobo. En zij maakt dus vintage kasten. Helemaal nieuw. En helemaal hysterisch. En daar houden we van. Ja. Dus dat is super vet. En die heeft ze klaar. Ik zal haar website eventjes in de beschrijving zetten. Zodat je ook zeker zelf even kan kijken. Want het is echt heel gaaf wat ze maakt. En ik zal jullie nu even een filmpje laten zien van hoe het is geworden. Dus hoe het was en hoe het is geworden. Wear a hat, sometimes play chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, these seem impossible to score. So I dream on to someday find that vintage love. Is die? Ja, ik moet echt tussen met het ledstripje aan de gang ging, dacht ik van ja, dat maakt het ook wel echt helemaal af. Maar ook die salamandertjes, die gouden dingetjes, details. Apenkoppie. Echt super, super, super tof. En ook helemaal onschoon. Huh? Ja, en als je hem dan open doet, dat er dan eigenlijk een verrassing uitkomt. Inderdaad, met het ledlichtje en ineens een heel roze kastje met ander behang erin. Dus helemaal tof, wij zijn er heel blij mee. Onze platenspeler wel mooi op straks. Dat denken we wel, ja. Ja. Dus ja, we gaan hem natuurlijk later nog een keer laten zien als die in het huis staat. Maar we wilden dit gewoon even met jullie doen. Een hele goede morgen. Het is weer een fantastische dag. Want het zonnetje schijnt en Sergio die is nog druk bezig in het kamertje. En we zijn weer een stapje verder. Hij heeft weer een extra gereedschapje te pakken. En hij is nu bezig met de vloer. Dag meneer. Dag mevrouw. Vloertje hoor. Ja. Heb je warm? Ja. Een beetje warm, ja. Zo, wat heb je tot nu toe gedaan? Ja, stopcontacten? Stopcontacten. Ja, opnieuw gehaald. Want gisteren haalde een schakelaar uit de doos en die viel gewoon in mijn handen uit elkaar. Oh, die heb je nu ook gelijk omgeruild. Ja. Kom maar aan. We hebben een. Ik zei decoupeerzaag in de winkel, dat was niet goed. ik kan er niet op komen. Die. En die delen ga ik nou leggen. Dus dan hebben we zo meteen de vloer erin. Ja. Is toch wel nice. Dat ziet er alweer gelijk heel anders uit. Ja, echt hè. Maar ook gewoon dat het dan dicht is en die schimmel en zo. Dus ja. Ik ga er even verder. Succes!
nadat Sergio goed bezig is geweest in het kamertje en ook nog eens even opgeroepen is door zijn werk, zijn we nu onderweg naar Rotterdam. Ik ben benieuwd, we gaan eten bij een Italiaan. Ja. En dat schijnt een hele goede te zijn. We gaan eerst even gezellig langs bij Marcella en Olaf. Eerst even kijken inderdaad, bij hun thuis, want zijn we nog nooit geweest. Nee. Daarom belde ik al van dat ik werd opgeroepen, want ik dacht van, ja, kan dat ook weer niet doorgaan. Maar nee. Het was een korte... Het was een korte dienst. Korte opdracht. Nou, dat is mooi. Ja, ik zit een beetje met mijn haar, jongens, want ik ben heel blij dat het zo hard groeit. Maar het is wel op zo'n punt dat je denkt, ja. Wat moet ik er nou mee? Ik merk ook nog steeds dat de achterkant sneller groeit dan de bovenkant. Dus ja... Maar goed, ik zou er toch doorheen moeten, want ik wil het natuurlijk langer laten groeien. Dus ja, ik hoop dat het dan misschien zo snel groeit dat ik er snel doorheen ben. Of jullie moeten nog tips hebben, maar ik heb dus het idee dat mijn haren omhoog groeien. Die krullen die gaan omhoog. Het zonnetje schijnt, heerlijk, gezellig. Dus we hebben er zin in. Ik hoop dat eten ook goed gaat zijn. Ja. Waar zijn er al eerder geweest? Zijn we er al vorige week, een week of twee, drie terug geweest. En... Dat was heel erg lekker. Nou, dat is een goed teken dan. Nou, weet ik niet of... zeg je dat? Laat maar. Goed, dus tot zo. Tot zo. Hallo. Going up. We zijn onderweg. We zijn achter Olaf en Marcella aan. Ik heb honden. Even een rectificatie. Rectificatie. Ik weet niet hoe die erbij kwam, maar we gaan helemaal niet naar een Italiaan. Nou, dat weet ik wel, want daar hebben we het wel over gehad. Maar het is dus uiteindelijk niet geworden. Nee. Dus vandaar. Dus ik ben benieuwd waar we nu naartoe gaan, maar het schijnt wat chiquer te zijn. Toch? Chic? Ja? Ik dacht dat het wel ietsje chiquer was. Dus ik had er wat anders aan moeten trekken. Ja, nou het is in ieder geval wel in de wat... BN'ere sfeer, zeg maar, een bekend restaurant. Ja. Naar het schijnt. Dus ik ben erg benieuwd. Het schijnt heel veel met smeltend chocolade, met vuur en zo en dingen. Dat soort dingen erop. Een beetje show elementje. Ja, leuk. Nu nog moet het smaken. Dat is ook wel best wel belangrijk. Ja. Kan wel smelten. Kan wel smelten. Het smelt in mijn mond. Kan wel flammeren. Maar het moet lekker zijn. Ja. Vandal. Kikken. We worden met liefde ontvangen. Hebben we nou gewoon een code om in te komen? Ja, zeker, meid. Dat is wel heel fancy, hè? Jawel, hè? Jongen. Lekker, hè? Treed naar beneden. Ja. Ik zie me helemaal wat flink gaan hier. Dit is dus gewoon hoe een restaurant moet zijn. Overal is iets te zien. Dus alles is gewoon af. Er is gewoon overal over nagedacht. Dit is echt kikker. Dit is echt kikker. Hier hou ik van. Thank you.
Bij mij weer. We willen weg uit de garage. Doet die kaart het niet die we net hebben betaald. Zegt hij geen toegang. Dit is geen ingang toch? Nee. Nee. Zo. Het is einde van het weekend. En ik had vandaag zoveel willen doen. Maar na het thuiskomen van het avondeten gisteren, het uit eten gaan bedoel ik. En nog een beetje na gaan liggen kletsen. Het was 12:15 en toen sliepen we. En om 13:50 werd ik uit bed gebeld voor werk. En toen heb ik tot 12:00 vanmiddag op het ziekenhuis gezeten. Voor mijn werk dus. Toen was de dag eigenlijk zo goed als voorbij. Met 1 uurtje slaap. En ik heb inderdaad 1 uurtje geslapen. Toen ben ik 's middags nog even een paar uurtjes gaan slapen. En toen was het 16:30. En nou was mijn hele dag... Vanaf toen ben je niet meer hersteld. Nee. Mijn hele dag was niks meer van over. Ik voelde de hele dag dat ik dingen moet doen. Of dat ik achterloop. Of dat ik denk van ik moet eten. Maar toen was het al 16:30 of zo. En we hebben wat gegeten. En toen dacht ik, nu moeten we wat gaan doen. Maar eigenlijk ben je dan de dag aan het afsluiten. Want toen was het alweer... Ja, vrij snel 6:00 en toen werd Jessie een beetje moe en zo. Dus dat is een hele rare dag. Heel leuk me naar de Getver. En komt er ook niet zoveel zinnigs uit mijn mond. En ik heb dus ook niet gewerkt in het kamertje. En René heeft lekker gerepeteerd met Ewald. En ik ben in bed gaan liggen. Ik wilde heel graag nog een vlogje maken, maar... Nee, dat zit er gewoon echt niet in. Dus morgen naar de crematie in Tilburg. En Jessie gaat lekker bij mijn moeder. Die gaat oppassen. Dus lijkt me een goed plan om hem hier af te sluiten. Ja, dat hebben we nog helemaal niet verteld. Dus we gaan hem niet afsluiten. Nee, René gaat morgen op de crematie zingen. Van de overleden vader van een van mijn beste vrienden. En die heeft gevraagd of René Halleluja wil zingen. En dat ga je natuurlijk prachtig doen. Ik hoop het. Het is een verrassing ook voor zijn moeder. Dat wordt gewoon wel weer een lekker heftig momentje. Maar wel weer heel mooi dat we dat kunnen doen voor Eddie. Hopelijk gaat het... Zo zijn zoals hij het in gedachten heeft. Ja. Dus dat gaan we morgen doen. Ja, en jullie zeiden laatst ook van ik hoop dat je wat meer met muziek gaat doen en laten horen en zo. Nou ja, dat zit er dus als het goed is wel een beetje aan te komen. Want morgen ga ik dan dus zingen. Ik weet niet of we daar iets van kunnen laten zien. En dan zou het natuurlijk alleen om mij gaan. En ik heb zaterdag een optreden in Leiden. En ik heb waarschijnlijk ook binnenkort een paar optredens in Scheveningen. Dus daar ga ik jullie gewoon van op de hoogte houden. En hopelijk kan ik jullie weer wat dingetjes laten zien. Misschien hebben jullie zin om te komen. Dus ja, dat zit er ook mee aan te komen. En het is ook de bedoeling dat ik uiteindelijk weer een beetje ga kijken... Of ik wat met mijn eigen muziek weer kan gaan doen. En hopelijk start het allemaal weer een beetje op. Alleen, er zit natuurlijk gewoon een hele hoop aan te komen. Want ik ben nog steeds bezig met mijn chemotabletten. Ik word waarschijnlijk dan, in september ben ik klaar. Dus dan kan ik waarschijnlijk in oktober bijvoorbeeld geopereerd worden om een borstwissel te doen. We krijgen in mei de sleutel van het huis. Ik moet ergens weer een beetje gaan beginnen met het werk. Ja. Gewoon reïntegreren. Heel langzaamaan. Ik krijg misschien een nieuwe functie. Dus dan ga ik weer een opleiding doen. Ja. Doen we gewoon, allemaal. Ja.
En ondertussen zijn we ons kind nog zindelijk aan het maken. Dat gaat wel heel goed. Dat gaat heel goed. Hij heeft vandaag zelf naar het potje gerend om te poepen. Dus ik ben heel blij. Ja. Het is echt heel fijn. Vanochtend was hij echt met een hele volle luier kwam hij aan. En, maar vanmiddag moest hij dus ook. En hij heeft lekker in een badje gespeeld. Maar hij is nu wel flink aan het hoesten. Dus ik hoop niet dat hij ziek aan het worden is. Nee. Ja. Het zou weer een bammer zijn. Aan de andere kant, griepjes en verkoudheidjes komen en gaan ook gewoon nog steeds. Dus dat gaan we niet tegenhouden. Nee, en dat is ook weer om zijn immuunsysteem natuurlijk ook weer even een boost te geven. Ja. Dus ja. Nou ja, het was weer een enerverende week. Hopelijk vonden jullie dit ook weer een leuk afwisselende vlog. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, het belletje aan te zetten om op de hoogte te blijven. En we zien weer heel graag jullie reacties. Tot de volgende keer. Ciao.